nieuwe academiejaar is begonnen, was jij een goede student? Nee. Dus je ging ook liever uit dan studeren eigenlijk? Zeker. Nou, ik was eigenlijk ook al wel een beetje veel aan het werk. Je wordt opgeleid tot artiest, maar ik had al een baan in de muziekindustrie. Dus ik was eigenlijk al aan het werk en dan had ik weinig tijd om op school te zijn. En dan was het lastig te combineren. Als je uitging, ging je dan liever naar een kroeg of naar een club? Begin van de avond naar de kroeg en dan 's avonds eindig je ergens in een club, toch? Ja. Heb je tips voor studenten die het schooljaar nog maar net begonnen zijn? Ja, ik zou gewoon goed om je heen kijken en have a lot of fun, weet je wel. Het leven is kort. Geniet ervan, ja. Straks treed je op, kijk je naar uit? Ja, altijd. Ja, zeker ook omdat het in Vlaanderen is. Ik treed natuurlijk het meeste op in Nederland. Dus als ik hier mag komen, dan is dat voor mij altijd extra bijzonder. En je hebt ook binnenkort een nieuw album. Wat mogen we ervan verwachten? 12 oktober komt inderdaad Diamant uit. Het heeft een elektronische sound. Het is dus eigenlijk geïnspireerd op de muziek waar ik zelf graag naar luister. En dat is internationale popmuziek. Dus ik heb geprobeerd om internationale popmuziek in het Nederlands te maken.